Mijn naam is Nasu Jabani, ik ben 55 plus 57 jaar oud. Ik kom oorspronkelijk uit Iran. Voor mensen die uit andere culturen hier gekomen zijn, thuisgevoel is het allerbelangrijkste. Vrijheid is de belangrijkste van alles. Ik ben heel erg blij dat eindelijk gemeente Groningen subsidie aan mij gegeven om 1 jaar activiteiten en culturele activiteiten in de wijk Korreweg organiseren. Nutteloosheidsgevoel worden ze echt geïsoleerd. Mag verder niet uit Nederlanders zijn of nieuwe Nederlanders. Ja, die komt uit je ik-cultuur, dat begrijp ik wel. Maar dit moet een andere route zijn om mensen erbij betrokken. Ze kunnen gewoon geactiveerd worden op het moment dat zij een soort gevoel krijgen dat zij. Dat zij andere mensen begeleiden en helpen. Ik heb gezien dat bij Nederlandse ouders, op het moment dat zij bijvoorbeeld in wat taalbarrière nieuwe Nederlanders helpen, dan krijgen ze zelf heel goede gevoel. Andersom ook. Ik wil graag inzetten voor andere mensen. Niet nuttelijk, nutteloosheid gevoel. He got sick in the year 1993. He took him to Manari. Ik denk dat Nederlanders hebben niet eigenlijk reële beeld van ouderen in Kenia hebben. Dat hebben ze echt een soort inlevensvermogen nodig hebben. Misschien in de vorm van nieuws alleen maar niet in de vorm van inlevensvermogen van Nederlanders vergroten. Dat is de punt. Als zij dat hebben, dan kunnen ze beter begrijpen hoe moeilijk leven in Kenia en dergelijke landen is. Ik voel me dat jij heel erg goed bezig bent. En ook ik begrijp jou heel goed met mijn hart en ziel. Dat ik waardeer wat jij doet en ik voel me dat jij echt een belangrijke rol speelt eigenlijk in jouw gemeenschap ook. Ik hoop dat ooit kunnen wij direct of indirect met elkaar in contact kunnen komen. Ja, ik heb een heel fijne leven. Heel fijne leven. Ik geniet elke moment van mijn leven, omdat ik jaren terug eigenlijk op het nippertje uit de dood gesnapt. I ask our Dutch MEPs with responsibility for development at the European level to ensure that there are references to older people's rights in the programming for the 11th European Development Fund.
elkaar te helpen. En eigenlijk het is het heel moeilijk te dit vertalen letterlijk. Maar dan moeten we in actie komen, vooral voor ouderen. Each demands action.